Hoe heb jij dit NK bijna in de achtertuin beleefd? Ja, veel beter als het NK van afgelopen woensdag. Ik reed heel attent. Ik zat eigenlijk in elke kopgroep, of in ieder geval als het op de kant ging, of zat ik erbij. En ja, je rijdt gewoon tegen een blok van Rabobank en dan moet je net het geluk mee hebben. En ja, dat zat net niet. En dan wel een paar keer wat geprobeerd, maar ja, top 10, 8e denk ik. Ja, ze blijven maar winnen elk jaar op rij vanuit het team. Nu is het ook weer een 1-2-3'tje. Is er dan echt niks aan te doen? Nou ja, goed, kijk, ik ben een eerling en je hoopt natuurlijk eigenlijk dat er iets meer nog gevecht is tussen Giant, Shimano en Rabobank en je Bulls natuurlijk. En daar ben je eigenlijk een beetje aan overgeleverd en ja, nou ja, goed, dat viel een beetje tegen wat dat betreft. Ja, ja, en op een gegeven moment, ik denk dat we een aantal keren met 14 of zo weg waren, wel van 8 of 9 Rabobank. Ja, je weet als je een gat dichtrijdt naar 1, dat er de ander springt. Dus het is een beetje gokken. Ja, kan je dan tevreden zijn nu? Ja, nou ja, veel betere benen als afgelopen woensdag. Dus wat dat betreft hebben we gewoon een goed gevoel aan de overgehouden. En het geeft wel weer heel veel moraal voor de volgende wedstrijden. Het blijft een NK, blijft een hele bijzondere wedstrijd. En ja, ik ben wel tevreden. Nog één vraag, je bent toch Nederlands kampioen geweest? Ja, dat klopt. Wat zijn je rood-wit-blauwe mouwtjes dan? Ja, helaas heeft ons vanuit het management, hebben zowel de mannen als de damesploeg, doen ze niet aan de mouwtjes. Heel jammer, maar de twee truien hangen wel mooi bij mij in de kamer. En ja, ik heb er vanochtend nog even naar gekeken en dan krijg ik toch wel een dikke glimlach op mijn gezicht. Het blijft heel bijzonder.